Hallo allemaal, kijk eens wat ik hier heb. Een bord met een heleboel rommel erop. Als ik hem omdraai, heb ik een LED-matrix van 8x6 blokken van elk 8x8 LEDs. Oftewel bij elkaar een heleboel LEDs. En ja, de achterkant is natuurlijk veel interessanter, behalve een grote elko waar de voedingsspanning op binnenkomt. Komt zelfs, heb ik een heleboel TPIC 6B595 IC's. En na een blik op Google blijken dat schuifregisters te zijn met open drain transistor uitgangen. Lekker makkelijk. Dan zit er nog een leuk plak IC op hier. En met dank aan Google zijn we erachter gekomen dat dat een programmeerbare logic chip is. Oftewel, het is net geen microcontroller. Want een microcontroller kun je, ben je wat flexibeler met wat je eraan software inbakt. Hier heb je eigenlijk een verzameling poortjes en flipflops en andere rommel. En die kun je aan elkaar knopen. En het grote voordeel ten opzichte van een microprocessor of een microcontroller is dat het allemaal een stuk sneller gaat. Als we hier op het ding kijken, dan staat daar aan de onderkant het type nummer. De M4A5-64. Nou, M4A is een serie van de producent letters. Dat is gewoon een standaard serie met programmeerbare logica. Die 64 staat voor het aantal blokken met programmeerbare poorten wat je in het kring beschikbaar hebt. En daaronder staat een hele leuke regel. 10VC, 12VI. Die V kunnen we vergeten. Dat is een aanduiding van de behuizing. Nou, die behuizing zien we wat het is, dus dat hoeft er niet op te staan. 10C houden we dan over. 10 nanoseconden voor commerciële toepassingen. Commerciële toepassingen is tussen de 0 en 40 graden Celsius. En een stukje verderop hebben we 12 nanoseconden voor industriële toepassingen. En dat is van min vrieskast tot plus sauna ongeveer. Pakweg min 40 tot plus 85 graden. Die dingen zijn ook veel goedkoper in lagere snelheden te leveren. Dus er zal een reden zijn dat er zo'n snel ding op zit. Nemen we 12 nanoseconden, komen we uit op een maximum snelheid van pakweg 80 megahertz. Er zal een reden zijn dat het ding met zulke snelheden moet werken. Hij wordt namelijk optisch aangestuurd via een van deze beestjes. Dit is de optische uitgang. Hier hebben we de optische ingang. En de bedoeling is dat die borden aan elkaar geknoopt worden met een stukje glasvezel. En dan gaat er met een gigantische noodgang waarschijnlijk een partij data doorheen. Maar het nadeel van deze chip, hij is programmeerbaar. Dus vanuit de datasheet kunnen we niet zien wat het ding gaat doen. Dus eigenlijk hebben we er niks aan en zal die eraf moeten. Dat komt straks. Dan hebben we hierboven nog wat rommel zitten. Die kleine jongens hier. Ulen 2003. Die kennen de meeste mensen wel. Dat is 7 Darlington transistors in één behuizing met een centrale massa. Centrale ground. Heerlijk voor luie mensen. Je gooit aan de ingang een 0 of 5 volt. En aan de uitgang de transistor die er recht tegenover zit. Die geluidt wel of niet naar massa. Dat is echt super simpel. Super handig. Hier hebben we nog een 3x8 decodertje. 3 bitjes in. En afhankelijk van de combinatie van de 3 bitjes wordt er 1 uitgangetje hoog gemaakt. Die uitgangetjes hangen direct aan de ULN 2003. En die ULN 2003 die stuurt een stel transistoren aan. Die ergens aan de andere kant verstopt zitten. En die sturen een hele rij met LEDs aan. En als ik zo even op het schema kijk wat erbij geleverd is, dan wordt er via 1 uitgang worden er 48 LEDs tegelijkertijd aangestuurd. Dus er loopt een aardig stroompje. Dat kan de ULN 2003 nooit leveren, want die heeft een totale stroom van iets van 500 mA voor alle 8 uitgangen. Dus dan gaat het ding er ook op. Vandaar dat er aan de onderkant
Ja, je kan het niet zien, maar aan de onderkant zit nog de nodige rommel om, om wat hogere stroom in te kunnen schakelen. En zo gaan we dus. Even hier. De hele rij hier, van begin tot einde, wordt aangestuurd door een van die Eurlijn 2003's via wat rommel ertussen nog. Dan hebben we de pluskant van de leds hebben we geregeld. En dan is het de bedoeling dat we ze zo aan massa gaan hangen. Nou, daar hebben we deze jongens voor. Die schuiverregisters die ik net al eerder noemde. Elk schuiverregister, elk uitgangetje ziet via de weerstand die je hier ziet, 820, oftewel 82 ohm, zit die aan de kolom van één zo'n led. Dus dit IC'tje stuurt 8 rijtjes aan. En aan de hand van deze combinatie hier wordt dan de hele lange rij aangestuurd. En waar het elkaar kruist, gaat het ledje licht geven. Zo simpel is het. Nou goed, aangezien dit beestje alles aanstuurt en we geen idee hebben wat er in het beestje zit, ga ik die er zo even afslopen. En dan gaat de telefoon. Even een moment. Zo, daar was hij weer. Even het telefoontje beantwoord. Ik had dus de rijaansturing, de kolomaansturing. Hebben we hier. En dan het enige wat er eigenlijk naar overblijft is de voeding. Lekker simpel. Er komt 8 volt binnen hier op de 4 pennen. Het zitten steeds 2 pennen aan elkaar. Hier hebben we een ontstoorfiltertje met wat... wat condensatoren spoeltjes. Grote elko. Er zitten nog een paar kleine condensatortjes hier. Hier hebben we een spanningstabilisatortje. Het is geen 7805, maar dat doet precies hetzelfde als een 7805. Alleen heb ik het idee dat hij een wat grotere stroom kan leveren. En uiteindelijk aan de uitgang hebben we de 5 volt. Die nodig is om alle logica aan te sturen. Het is 5 volt logica. Dus hij is makkelijk vanuit een Arduino aan te sturen. Willen we het vanuit een Raspberry Pi doen, die is 3,3 volt, dan hebben we nog even een los speeltje nodig. Wil ik eens even kijken of ik die zo kan vinden in mijn rommel. Hij ligt zelfs in deze bak, denk ik. Hups. Rommelbak. Echte IKEA-bak. Wil niet open. En dan zal hier ergens... Nee. Helaas. Oh, hier ligt hij. Hier hebben we een level shifter waarmee je 3,3 volt en 5 volt logica aan elkaar kan knopen zonder dat het elkaar bijt. Richting wordt automatisch gedetecteerd, dus het is inprikken en gaan. Dit rijtje hier zijn er 3,3 volt ingangen. Je hangt 3,3 volt aan voedingsspanning eraan. Hangt er maar massa. Aan de andere kant hang je de 5 volt voedingsspanning. En daar hang je al je 5 volt signalen aan. En dat IC wat erop zit, dat zorgt wel dat alles met elkaar communiceert. Maar goed, het is voor dit deel van het project eventjes, is 5 volt goed genoeg. Even die laad dicht, dan hebben we nog wat licht hier. Dus om alles werkend te krijgen gaan we het dus gewoon met een Arduino'tje aan de gang zien te krijgen. Maar voordat ik dat doe en voordat ik die chip eraf ga slopen, moet ik eerst even kijken of het wat doen wil. Dus ik heb hier 2 touwtjes waar een volt of 8 op komt te staan als ik mijn voeding inschakel. En aangezien ik veel te lui ben om het netjes via dat filter te doen, is het gewoon een zwarte aan de min van de elko. Even kijken. De rooie heeft geen zin vandaag. Rooi aan de plus van de elko. En het hele ding zit aangesloten. Als ik dan mijn voeding inschakel, dan zien we dat er een hele kleine stroom loopt van iets van 50 mA of zo. En het zou ideaal zijn als we het ding omdraaien en hij toont een animatie met hoe je het kreng aan moet sturen. Ja, we hadden niet anders verwacht, er komt totaal geen licht uit. Want waarschijnlijk heeft hij hier op de glasvezelingang een of ander signaal nodig. Geen idee wat het protocol is, want dat is een stukje software in die chip hier.
De software hebben we er uiteraard niet bij gekregen, maar wel een schema. En op het schema staat het mooie plak-IC waar een hoop in- en uitgangen aan zitten. Hier staan de twee optische aansluitingen, een ingangetje en een uitgang. Die gaan rechtstreeks naar het plak-IC en daaruit komt een heleboel rommel. Dan heb ik het net gehad over de 3x8 decoders hier met de ULN 2003 die de rijen van de LEDs aansturen. Nou, het is lekker simpel. Ik heb hier drie weerstanden van 220 ohm binnen. Daar komen de drie bitjes op te staan. En elk van deze decodertjes heeft aan de onderkant drie enable ingangen. Eén gewone en twee geïnverteerde. Nou, die gewone hangt via een pull-up weerstandje aan 5 volt. Dus daar hebben we geen omkijken naar. Eén van die geïnverteerde hangt aan massa. Daar hebben we ook geen omkijken naar. En wat overblijft is pennetje 4 hier. En die gaat ook weer naar het mooie plakje IC. Dus als ik een rij aan wil sturen, dan zet ik het nummer van de rij op aansluiting 1, 2, 3. Via die drie weerstanden hier. Drie bitjes. En dan heb ik verteld welke rij ik wil hebben. Ik gooi het enable signaaltje op pin 4 laag. En dan gaan die ULN 2003 transistoren die gaan geleiden. Hier zitten die MOSFETs die wel genoeg power kunnen leveren voor 48 leds. En die gaan in één keer, hier heet het signaal row 1, die gaat in één keer naar de rij met leds. Nou, dan hebben we schema nummer 2. Die staat eruit op zijn kop. Daar staan regel 1 en 2. Dus 2 keer 8 rijen met led matrixjes. En nummer 3 en 4 en die hangen aan elkaar. En het belangrijke is, ik heb hier een uitgang die heet DOR. D-O-R. En ik heb hier een aantal van de ingang die heet DR. D-O-R staat voor data out, voor de rij. En DR staat voor data van de rij. En de volgende DOR die gaat weer het bord af, zodat die via de optische kabel naar het volgende bordje doorgepompt kan worden. Dus dit schema geeft aan hoe mijn twee helften van het display aan elkaar hangen. Ja, goed. Uitgang aan ingang, lekker simpel. En dan hebben we nog één schema over, wat 2 keer geleverd is. Dit is het schema voor regel 1 en 2. En dit is het schema voor regel 3 en 4. Maar die schema's zijn precies hetzelfde. Dus we hoeven maar naar 1 te kijken. Hier staan de LEDs. LED-matrix. 8x8. Rijen en kolommen. Op de rijen wordt de plus, weet ik veel hoeveel volt gezet. En de kolommen hangen aan massa. En ja, dan is de LED die op het kruispunt hangt, die gaat licht geven. Dus dat is lekker makkelijk. Alle rijen waar dus de, ja, ik noem het maar even 5 volt op komt te staan, die hangen heerlijk aan elkaar van het hele display. En de kolommen hangen via die IC's die ik net al had met open drainuitgang. Die hangen het betreffende kolommetje aan massa. En als je dat een beetje leuk multiplext, dan krijg je alle patroontjes die je maar wil. En dan kun je tekst of tekeningen op het display weergeven. Nou, dan hebben we de data die naar het hele rijtje van 48 leds gestuurd moet worden. Die komt hier op het meest links pennetje binnen. Dat heet data. Komt uit het grote plak-IC, maar straks niet meer. En daarnaast zit een kloksignaal. Hoe dat werkt is, ik zet een bitje op de ingang. Ik maak het kloksignaal hoog en laag en het bitje wordt naar de eerste transistor gestuurd. Dan zet ik het signaal voor de volgende transistor klaar. Ik maak weer klok hoog, klok laag en hij wordt doorgestuurd. En zo gaan we dus alle 8 ingangen, kunnen we door 8 keer de klok hoog te maken, kunnen we data erop zetten, oftewel de transistoren aan en uitschakelen. Aan het einde hebben we data out. En die zit verbonden met de data in van de volgende. En alle klokingangen, zoals je ziet, die hangen aan elkaar. Dus als ik hier 8 bitjes heen gestuurd heb, dan staan die op de uitgangen. Als ik er nog 8 stuur, dan gaan die door naar de tweede IC. En het eerste IC krijgt de nieuwste 8 bitjes binnen. Als ik dat zo helemaal het rijtje doordoe, dan ben ik 12 IC's verder.
Dus 12 keer 8 bitjes. Verder, hier komen dan de eerste bitjes terecht. Dus op de hele rechtse uitgang het eerste bitje wat ik ooit gestuurd heb. En 100 en nog wat bitjes verder komt hier terecht. En zo klok ik dus een hele rij met gegevens in één keer in. En dan staat de data in het geheugen van deze IC's opgeslagen. Dan maak ik de enable ingang hoog, waardoor die dus de transistor ook werkelijk gaat inschakelen. En dan krijgen alle ledjes die ik wil laten branden, die hangen aan massa. Alle ledjes die ik niet wil laten branden, daar geluidt de transistor niet, die hangen aan niks. En die gaan geen licht geven. En dan ga ik de betreffende rij waar ik de ledjes wil laten branden, die ga ik van stroom voorzien met die 3 naar 8 decoders die we dus straks gezien hebben. En het van een hele rij leds, dus een hele rij in deze richting, gaan dus alles waar ik een 1 heen gestuurd heb, gaat branden. Alles waar ik geen 1 heen gestuurd heb, oftewel een 0 heen gestuurd heb, die blijft uit. Nou, dat laat ik zo even een paar milliseconden branden, zodat je ogen het opgenomen hebben, zeg maar. Dan schakel ik de enable weer uit, dan gaat alle feestverlichting uit en ik klok in deze IC's de volgende rij met een heleboel bitjes klok ik in, totdat ze er allemaal in zitten. Ik maak de volgende rij actief hier in het schema, dus ik heb eerst de eerste rij gedaan. Rij 9 heet hier, daarna maak ik rij 10 actief. Ik geef een enable aan al deze schuifregistertjes en de volgende rij gaat oplichten met wat ik hebben wil. Nou, zo gaan we dus alle 8 de rijen af en dan heb je in een paar milliseconden heb je een tekst of een stukje graphic op de leds staan. Nou, dat is zoals het hele ding werkt als die aangestuurd wordt zoals de maker het bedacht heeft. Maar aangezien de maker mij niet verteld heeft hoe ik met dit apparaat moet communiceren, gaan we dit apparaat dus vervangen door iets nuttigs, een eigen Arduino bordje. Dat Arduino bordje gaat niet heel veel signalen leveren. Pak in het schema er even bij. Wat ik moet leveren is uiteraard deze 3 bitjes die vertellen welke rij er actief is. Plus de 2 select signaaltjes. Even kijken, hier deze 2. Het eerste select signaaltje activeert de bovenste chip en activeert de rij 1 tot en met 8. En het onderste select signaaltje doet de onderste chip en die activeert de rij 9 tot en met 16. En via de ULN 2003, een beetje vreemde constructie zie ik. Want je ziet een ULN 2003 heeft 7 uitgangen. We hebben er 18 nodig. Dus we hebben 3 ULN 2003 nodig, waarvan bij de onderste maar 2 transistoren gebruikt zijn. Als ze nou gewoon de ULN 2803 hadden gebruikt, die heeft 8 Darlington-paren erin, dan had je het dus met 2 chips kunnen redden. Maar goed, geen idee waarom ze het niet gedaan hebben. Goed, ik was bezig met de signalen die ik nodig had. Deze 3 plus deze 2 is 5 signalen om de rijen aan te sturen. En dan hoef ik alleen de schuifregistertjes nog maar vol te pompen. Nou, die hebben een datasignaal. Stroop en klok. Wat daar de precieze werking van is, moet ik nog even uitzoeken. En een enable signaal. En het enable signaal dat geeft aan dat de leds licht mogen geven. Dat schakelt de transistoren in. Dus hier heb ik maximaal 4 signalen nodig, want de onderste is data uit. Nou, die hoef ik niet te hebben, want ik weet wat ik erin gestuurd heb. Dus dat hoef ik echt niet terug te krijgen. Dus ik heb data, stroop, klok en enable. En ik heb de reden dat stroop en klok een beetje hetzelfde doen, dat ik een van die 2 wel kan missen. Dus maximaal 4, maar ik denk 3 IO's plus 5 aan de andere kant. Dat betekent dus dat ik het hele bord met 8 IO's van Arduino zou kunnen aansturen. Nou, we hebben gezien dat het ding niks doet als ik er 8 volt op zet. Dus ik schakel de voeding weer uit. En de grote taak is nu om dit IC te verwijderen. Ja, er zijn een heleboel manieren voor. Je hebt hele mooie SMD-desoldeerstations. Kosten weet ik hoeveel duizend euro. Heb ik niet. Wil ik ook niet. Je kan met lits aan de gang gaan, litse draad, maar dat werkt niet, want er blijven altijd een beetje tin onder die pootjes zitten. Dus dan mol je de hele print mee. Wat ik vroeger nog wel eens deed, was alle pennetjes doorknippen. Dan het IC zelf verwijderen en dan met een soldeerboutje alle pennetjes loshalen. Hele leuke manier. Maar dat is niet nodig. Want ik heb mijn eigen SMD-desoldeerstation bij de Action. Een relay burner.
En dat is niks meer dan een gasbrander waar je het suiker op je crème brûlée lekker knapperig mee kan maken. Of kan laten verbranden als je niet al te handig bent. En het enige wat ik moet doen is met het mooie blauwe gasvlammetje wat eruit komt rollen. Dit is zodanig warm maken dat het tin duidelijk gaat smelten. En als het tin gesmolten is, geef ik met de hele print de klap op de tafel. En als het goed is, valt het IC eraf. En als ik pech heb, staat het huis in de fik. Ik ga eens een poging doen. Ik zet de camera even neer. Zodanig dat hij ook nog wat ziet, hopelijk. En dat we ook nog wat licht hebben. Zo zien we wat. Ik zet mijn brandertje aan. Tjak. Een blauwe vlam. Je ziet hier de blauwe vlam. En het enige wat ik ga doen is het IC verwarmen. Zodanig dat komt een beetje rook af. En hoppa, gedesoldeerd. Makkelijker kan het niet. Nou, het IC is ongetwijfeld overleden. Dat ligt daar nu gezellig af te koelen. Maar mijn print is volledig onbeschadigd, zoals je ziet. Het enige wat ik nu nog kan doen is met een stukje litsendraad straks even een soldeerboutje er langs. En klaar is het ding. Dus ik heb nu, het IC wat ik niet wil hebben is nu pleiten. Dat zal geen signalen meer aansturen die ik niet aangestuurd wil hebben. En het zal ook niet mijn aansturing de nek omdraaien. Dus nu is het bord eigenlijk geschikt om te gaan hobbyen. Wat ik nu wil gaan doen is de open drain uitgangen van een van deze IC's. Open drain, je kan er alles mee doen. Die wil ik kunstmatig laag maken door een weerstand te solderen. Er zit 82 ohm op, dus we gaan een beetje hoger dan dat. Dus ik pak mijn bakje met weerstanden waarin alles R1, alles wat op een 1 eindigt, oftewel met 1-0 aan het eind. Ik zie daar geel, paars, bruin liggen. 470 vind ik een beetje veel. Oranje, oranje, bruin. 330 is ook een beetje aan de hoge kant. En hier heb ik rood, rood, bruin. 220 ohm. Lijkt me een mooie waarde. Dus ik ga die 220 ohm ga ik op de uitgang van een van die IC's aan de LED-kant ga ik solderen. De andere kant hang ik hem aan massa. En dan hoef ik dat IC dus niet aan te sturen. Want ik heb over het IC 1, over de transistor die erin zit, hang ik 220 ohm naar massa. En dan hoef ik me dus niet druk te maken over de aansturing. Die 82 ohm die daar zit, die is natuurlijk een stuk lager. Maar die is bedoeld omdat LEDs gemultiplexed worden. Dus ze branden maar 1/8 deel van de tijd. Als ik met 8 of met 82 ohm waarschijnlijk hem continu laat branden, dan gaat de LED-matrix in rook op. Dus vandaar dat ik even een flink hogere waarde van 220 ohm ga nemen. Ik soldeer hem er even overheen en dan ga ik verder met het verhaal. Zo, en dan zit er een 220 ohm weerstand over een uitgangetje heen. Ik heb de voeding weer aangesloten. Hop, een stukje soldeert in weg. En rechtop het ding. Even kijken of er eventueel wat licht uit wil komen. Het zal wel niet, maar je weet nooit. Ik zet hem even rechtop. Voeding aan. En ja, de twee puntjes die ik met het weerstandje kort gesloten heb, die worden aangestuurd. Er staan altijd twee rijen parallel, heb ik in het schema gezien. Dus het klopt dat er nu twee ledjes branden. Er komt licht uit. Ik heb nu in het schema, ik zal het er even bij pakken. Heb ik, deze is het. Dit IC heb ik compleet verwijderd. Dat betekent dus dat al deze ingangen, al deze digitale ingangen, die hangen nu ergens ongedefinieerd. Ze zijn niet 0, ze zijn niet 1, ze zijn niet aangesloten. En hetzelfde geldt voor de datasignalen naar de rijen toe. Dus ik heb het vermoeden, als ik nou met mijn vinger een beetje ga zitten poken daar op al die losse aansluitingen, dat er wel eens iets zou kunnen gebeuren. Ik ga het gewoon even proberen. Kijken waar zit. Ja, er gebeurt wat. Kijk eens even. Ik zit nu gewoon met mijn vingeren wat willekeurige data in te klokken. Plus dat ik een beetje aan het multiplexen ben. Kijk, nu zie je dat er wat,
wat data of wat, wat rijen aangesproken worden. Ik zit nu in het rijtje aansluitingen waar de drie bitjes en de twee stuursignalen zijn. En nu zit ik met mijn vinger op de klok en datasignalen. Dus ik zit eigenlijk wat, wat willekeurige rommel in te klokken in de driver. En als ik gewoon een beetje rondgaat met mijn vinger, dan ja, een hoop rommel. Dus ja, het geeft al licht. En nu, kijk, zo blijft hij nog even licht geven zelfs. Nu is het zaak om, om het met Arduino aan te sturen, zodat we een beetje een gemultiplex signaal hebben. Dat er niet één rijtje ledjes aangaat, maar dat ze gewoon netjes alle acht één voor één aan de beurt komen. En als dat werkt, kijk eens even. Als dat werkt, dan ga ik willekeurig wat, wat zitten inklokken en dan zou het mogelijk moeten zijn om elk ledje van het hele paneel individueel aan te sturen. Dus tot zover even deze update en ik ga dus even kijken of ik een Arduino bordje en een laptop hier tevoorschijn kan krijgen en dan kijken of het dan of het gaat werken. Zo, daar zijn we weer. Even een paar kleine wijzigingen verder. Ik heb even wat lopen knoeien hier. Arduino bordje eraan geknoopt. Drie uitgangetjes. Ik stuur alleen de drie data bitjes van de multiplexer stuur ik aan. Die zitten hier op de 220 ohm weerstandjes uit het schema. Even kijken, om precies te zijn, daar. Die zitten hier ingevoegd. Hier heb ik de multiplexers, zeg maar. Die hebben nu steeds 8 uitgangen die hoog worden. Ik heb eventjes alle select signalen gewoon kort gesloten naar massa, dus allebei de IC's staan altijd geselecteerd, heel lekker makkelijk. En dat betekent dat nu de Arduino controle heeft over deze 16 MOSFETs en dus ook welke rijen van LEDs aangestuurd worden. Dan heb ik even een verschrikkelijk ingewikkeld stukje software geschreven. Ik definieer drie pennetjes van de Arduino als uitgang. Ik heb een tellertje van 0 tot 7 lopen. Dat zijn deze twee regels. Heel spannend allemaal. En daar stuur ik de bitjes 0, 1 en 2 van naar uitgangen 2, 3 en 4. Uitgangen 2, 3 en 4 zitten daar. Die gaan via deze touwtjes zo naar het multiplex stukje van de print. Voeding erop. En als ik hem dan aanzet, dan heb ik deze feestverlichting. Ik heb weer even met mijn vingers wat, wat data ingeklokt. Blijkbaar had ik lekker veel ene te pakken. Dus je wordt er helemaal gestoord van als je hier lang naar kijkt. Maar het werkt in ieder geval. Dus de volgende stap wordt nou om in plaats van mijn vinger iets nuttigs te gaan inklokken. En dat betekent dus dat ik van deze IC's hier eventjes moet weten wat ze... hoe ze aangestuurd moeten worden, want ik had een kloksignaal en een stroopsignaal en dat vond ik een beetje overdreven, maar ik heb eventjes de datasheet, dat was Facebook, de datasheet staat hier, zo, die heb ik eventjes gedownload en dan zie je dat elk van die uitgangen is dus een D-flip flopje die aan elkaar doorgelust zitten. Dus dat zijn de 8 signaaltjes die binnenkomen. En dat is het kloksignaal. Het stroopsignaal blijkt dus een tweede setje D-flip-flops te zijn. Die allemaal tegelijkertijd aangestuurd worden. Dus wat er gebeurt, ik klok 1, 2, 3, 4, 8 bitjes in. En daarna geef ik met het stroopsignaal in één klap alle 8 die bitjes die ingeklokt zijn. Geef ik vrij naar de transistoren. Of naar de FETs in dit geval. Waardoor dus alle LEDs tegelijkertijd de nieuwe data gaan krijgen. Dat betekent dus dat je de data die je aan het inklokken bent, dat je die niet ziet op de LED. Dat is wel een hele mooie oplossing in dat IC. Dat betekent dus dat ik één IO-pin meer nodig heb dan ik nodig dacht te hebben. Om de ingeklokte data eventjes naar de LEDs te kopiëren. En een uitgang minder, want ik zie hier het G-signaaltje. Dat is, die hangt via een endpoortje naar de transistor toe en dat is
het enable signaal. Maar ja, enable, dat mag voor mij best altijd hoog zijn. Dus dat zou, daar zou ik weer een uitgangetje mee kunnen besparen. Maar ik ga hem toch maar even bedraden, want ja, uitgangen zat op die Arduino-bordjes. Dus ja, zover zijn we op de eerste dag. Vandaag zal er wel niet veel meer gebeuren, maar ik ga er van het weekend weer mee verder. En dan moet één zo'n doosje met het grootste gemak die hele matrix aan kunnen sturen. Zoals je ziet, ik heb nu ja, zo'n beetje alle leds branden. Ik heb eventjes voor de demonstratie heb ik de refresh heel traag gezet. Ik heb hier 10 milliseconden. Als ik hier pakweg 2 milliseconden van maak en ik zeg tegen hem compileer maar raak en stuur me naar het bordje, dan vallen we nu even stil. Terwijl die aan het verzenden is hier. En als hij dan klaar is, dan zou die, kijk, nu zitten we dus op volle snelheid. De camera die pakt nog wat geflikker op, maar met het blote oog is er al niks meer te zien. Dus ik heb nu de hele matrix, op een paar ledjes na heb ik hem branden. En als we dan op de meter kijken, dan pakt hij iets van 1,7 ampère. Dus dat valt best mee. Voedingsspanning is natuurlijk met 8 volt. Dus ja, we blijven ruim binnen de 2 ampère als echt alle ledjes branden. Want er brandt natuurlijk maar 1 achtste tegelijk en het is gemultiplexed. Dus, ja. Tot zover dag 1 van het experimenteren. En ja, blijf op dit kanaal kijken in het weekend, na het weekend. En waarschijnlijk zie je dan het hele bordje werkend. Alvast bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!